many years have I been fighting for my folk. And when I say my folk, I ain't talking about my own race, religious skin tone. I'm talking about all those that live the way I live, regardless of the place you live, regardless of the place society go on to place you in. I place you in somebody else's shoes. Wonder will you still move the way you always do when people look at you different and people speak to you different? You ain't supposed to be speaking unless spoken to. It takes two times to work for them to notice you. Your own people say you different even though it's you, but you look just a little different so they don't notice you. Do you consider yourself part of the chosen few? If so, your mind closed. My goal is to open you up to an open view. It's the coldest truth. We the same, but we act like we ain't, and change is long overdue. We belong to the die optimisme mensen makkelijk mis. De system werd gefixt voor mijn slimmere ik. En als ik even blink, dan word ik bespot als Game of Tetris. Illusionist, hij zat nooit in die kist. Ik stond erbij en keek ernaar, toch werd ik gestrikt. Wie heeft die joystick? Wie bepaalt jij of ik? Wie minder is? Wie heeft zijn ogen stoel? Ik heb mijn ogen op het water, waar mijn voorouders over hebben gevaren. Visies krijg ik met vlagen, ik heb zoveel vragen. En het wordt meer met de jaren. Ik probeer niet met de meute mee te gaan, maar ik zit vast aan ze. En mijn bossen raken bekneld, iedereen heeft de sleutel voor zichzelf. Maar stap je uit de rij, dan ben je gek. Ik durf ze op te zoeken op het internet, want ik ken de waarheid. Ik kan er niet voor weglopen. Absoluut niet beter dan jij.